we allemaal. Soms gezond, maar vaker minder gezond. Wat je eet bepaal je uiteindelijk zelf. Maar het zou een stuk schelen als de gezonde keuze veel makkelijker wordt. Vandaar dat initiatieven om de kantines op scholen gezonder te maken zo belangrijk zijn. De roze koek eruit en de appel erin. Of het initiatief om kinderen te leren gezond te trakteren is ook zo'n goed voorbeeld. Wat ze gemeen hebben is dat het bedrijfsleven samenwerkt met publieke en gezondheidsorganisaties. En daar zit uiteindelijk ook de kracht. Publieke-private samenwerking kan ons juist op het terrein van voeding en bewegen zoveel meer bieden. Vorig jaar maart nam ik de vernieuwde logo's gezondere keuze en bewuste keuze in ontvangst. Ook bekend als het vinkje. Daarmee is het in de supermarkt of in de kantine makkelijker kiezen. En worden producenten gemotiveerd om betere producten te maken met minder zout en minder verzadigde vetten. Heel belangrijk, want daar hebben we nog een wereld te winnen. Gelukkig is de meeste voeding inmiddels zonder transvetzuren. Ik hoop dat de laatste achterblijvers daar nu een voorbeeld aan nemen. En dan ook doorgaan met innoveren. Zo reken ik ook op de kracht van het Nederlands bedrijfsleven als het gaat om het verminderen van zout. Er zit zoveel zout in ons dagelijks eten, dat ook al kook je zoutloos, je toch te veel zout binnenkrijgt. Daaraan moeten we linksom of rechtsom wat doen. Ik verwacht echt wat van de industrie. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders te dik is. En dat brengt grote gezondheidsproblemen met zich mee. Dat tij moeten we dus echt keren. En dat kan alleen als iedereen meedoet. De voedingsmiddelenindustrie, de sportverenigingen, de gemeente, de scholen en natuurlijk ook de ouders. Het is cruciaal dat iedereen verantwoordelijkheid pakt. Ik geloof niet zo in nog meer wetten en regels. Laten we daar niet op uit laten komen en gezamenlijk aan de slag gaan met nieuwe ideeën en initiatieven. We kunnen dit niet laten gebeuren. Ik reken op u.